Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb vandaag een gast die meewerkt aan een heel erg interessant project. En dat is namelijk de Social Media Conferentie Suriname. Manuela is mijn gast en zij is vanuit de organisatie. De organisatie is het bedrijf Ineffable, verantwoordelijk voor het informeren van alle mensen die eventueel iets te maken willen hebben met de Social Media Conferentie. De Social Media Conferentie die is al een aantal jaren zeer prominent aan het groeien in Suriname en staat eigenlijk op de activiteitenkalender als niet meer weg te denken. En het is ook wel inderdaad mooi om elk jaar weer te zien hoe inventief en hoe creatief de mensen zijn om Suriname ook internationaal op de kaart te zetten met betrekking tot wat we te bieden hebben op het gebied van social media. Want doet u dat verkeerd? Social media is een onderdeel geworden van ons leven dat niet meer weg te denken is. Welkom in Q-Time. Thank you very much. Ja. Het is voor jullie spannende tijden, want het zijn dus nog maar een paar dagen voordat de social media conferentie daar is. Long, long, Maar toch heb je even tijd gevonden om bij ons te komen. Nee, ik moet sowieso even langskomen bij jullie. Oké, goed zo. Laten we toch eerst eventjes een vraag stellen over de geschiedenis van social media conferentie. Want hij is ergens gestart en in coronatijd was het ook nog online. Ja. Dus allerlei vormen heeft het gekregen. Maar de afgelopen 2 jaren wel weer fysiek en stevig aanwezig. Yes, in person. Breng ons even terug naar het begin en de groei tot nu. Nou, de history over de social media conferentie is allemaal begonnen met het bezoek van Jean-Luc van Charante tijdens de Social Media Marketing World in San Diego, waarbij hij echt een moment had van, wow, dit is wat Suriname nodig heeft. Hij is toen teruggekomen en heeft er natuurlijk over nagedacht van, hoe ga ik dit doen? Ja. Want zijn interesse in social media marketing bleef groeien. Het was een dynamisch vlak. En hij is ook iemand die very creative is en ook niet stil kan blijven zitten. Dus hij zei, weet je wat, we gaan het doen. We gaan het doen en met zijn 3 tot 5 man personeel die hij toen nog had bij Ineffable NV, waaronder ik, vond hij van, guys, gaan een social media conferentie organiseren hier in Suriname, want ik denk toch dat er behoefte is eraan. Ja. En zo zijn we dus gestart in 2017 met onze eerste eendaagse conferentie, die uitgegroeid is naar 2 dagen. Tijdens COVID, net als wat u zei, was het dan online. En dat hebben we ongeveer, denk ik, 2 jaren gedaan. Ja. Mm-hmm. Natuurlijk, het laatste jaar hebben we een beetje met een drive-through afgesloten op het parkeerterrein van Royal Torarica. En al 2 jaren mogen we met trots zeggen dat we weer een in-person conferentie hebben. En nu, toch beter, hè, die in-person conferentie. En het is nu 3 dagen. Ja. Al 2 jaar hebben we het 3 dagen. Mm-hmm. En het bleef challenging. Ja. Yes, dat kan ik zeggen. Ik denk dat de vraag over als Suriname behoefte heeft van een social media conferentie, dat die vraag beantwoord is. Daar hoef je geen antwoord meer op. Laten we toch even kijken naar de relatie tussen de social media conferentie in Suriname en wat er internationaal geboden wordt. Want jullie hebben ook internationale sprekers. Hoe selecteren jullie die sprekers? Wordt er eerst een thema van de conferentie bepaald en daarna de sprekers uitgenodigd? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, klopt. We kijken in zijn algemeenheid naar wat de behoefte is van Suriname aan topics. Ja. Kijken naar de trends. Yes, wat zijn de trending topics? En aan de hand daarvan worden er algemene topics bepaald. Mm-hmm. En zo ook de sprekers geselecteerd. Ja, ja. Yes. Okay. Dus jullie kijken naar de trends die hier in Suriname voorkomen, maar het is natuurlijk ook vaak gerelateerd aan de internationale trends, hè? Klopt. We dachten dat we achter waren, maar blijkbaar niet meer. Ja. Door social media. Ja. Dus langzamerhand beginnen we toch een inhaalslag te maken als het komt op het gebied van social media marketing en de ontwikkeling daarvan hier in Suriname. Ja. Dus, we merken het ook aan de sprekers die zich aanbieden om te komen spreken op de social media conferentie. Is dat dan ook lokale sprekers of ook internationale sprekers? Zowel lokaal als internationaal. Oké. Maar zijn dat inderdaad mensen die dan, want ik neem aan dat wij niet het enige land zijn met een social media conferentie, maar dus dat je toch wel scout van, waar zijn de social media conferenties en wat zijn de ontwikkelingen die in dat gebied plaatsvinden, waardoor je aangesproken voelt om te zeggen, daar wil ik eigenlijk toch wel bij zijn. Want ik denk dat het in Suriname best dynamisch is. Ja, om eerlijk te zeggen, hebben we daar nooit bij stilgestaan. Ja, we weten wel dat er een
internationaal is. Die wordt in San Diego elk jaar weer gevierd. Ja. En in Suriname, in het Caribisch gebied hebben we er nooit echt over gehoord. Het gaat meer om ICT. Ja, okay. Maar social media marketing zelf niet. Ja? Nee. Okay. Ik denk wel dat Suriname toch een voorsprong heeft daarop. Ja. Kijk, je bent er al vanaf het begin bij. Yes. Hè? Wat denk jij dat het belangrijkste is dat de social media conferentie heeft geboden aan social media gebeuren in Suriname? Zo, wat ik kan zeggen is dat degene die lang zijn geweest bij onze voorgaande social media conferenties kunnen spreken van langdurige connecties, samenwerkingen die zijn aangegaan. En natuurlijk de hands-on tips en tricks die ze hebben gekregen tijdens de conferentie, meteen konden implementeren in hun bedrijfsstrategieën. En dat is eigenlijk ook wel de bedoeling. Je moet wel iets nieuws kunnen halen uit de conferentie en meteen kunnen implementeren. Oké, dus een van de belangrijkste activiteiten op de social media conferentie zijn de sprekers, zoals je net hebt aangegeven. Maar wat zijn de activiteiten nog meer? En is de social media conferentie eigenlijk alleen voor jongeren? Is dat ook een vraag? Nee. Dus ik ga je eerlijk zeggen. We kregen een opmerking van, ik ben vorig jaar niet naar de conferentie gekomen, omdat ik het leek erop als ervaren. Maar jonge mensen op jullie conferentie aanwezig waren. Ja. Maar nee, de conferentie is voor iedereen. Want we hebben ook CEO-panels. Ja. We hebben eigenlijk iedereen die zich aangetrokken voelt tot social media, online marketing en everything that's around it. En dat heeft niks te maken met een leeftijdscategorie. Want ook de platformen, de social media platformen, hebben ook hun eigen doelgroep als het komt op leeftijden. Ja. Dus iedereen is welkom. Ja. Oké, is er een thema dit jaar? Yes, het thema van dit jaar is marketing en sales. We're going back to the basics, basically, omdat social media een marketing tool is. Geworden? Eigenlijk altijd al. Nou, niet zo gestart. Het heet social media. Ja. Is niet zo gestart. Het is gestart om communities op te bouwen. Ja, is het inderdaad niet meer weg een marketing tool. En die natuurlijk moet leiden tot conversies voor je bedrijf. Ja, yes. Oké. Okay. Is het... Want je hebt ook aangegeven aan het begin van het gesprek dat er gekeken wordt naar de trends in Suriname om te bepalen wat het thema is. Wat heeft geleid tot dit thema? Wat is de trend geweest die heeft geleid tot dit thema? We hebben gemerkt dat er een grote shift is gekomen in videomarketing. En hoe je dan je social media als marketing tool gaat gebruiken met videocontent. En daar is waar we dus ook de focus op willen leggen. Dat is een van de grootste trends die is ontstaan. Nu hebben we gemerkt dat, dat Facebook niet wilt achterblijven van TikTok. En hebben ze nu ook de Facebook Reels. Dus dat is aan het ontwikkelen en een hele grote trend aan het worden. Oké, want iedereen is in principe tegenwoordig cameraman en vrouw. Hè? Ze hebben het allemaal in hun hand. Klopt. Dus wat dat betreft blijft de technologie niet achter. Omdat die ook gewoon meegaat. En eigenlijk het mogelijk maakt dat die trends zich ontwikkelen. Yes. Oké. Kan je een tipje van de sluier lichten over welke sprekers er allemaal zullen zijn? Want we hebben dus... even terug naar mijn vorige vraag, want we hebben dus gehad over de sprekers die er zullen zijn. Wat zijn de activiteiten die er nog meer zijn? Nou, om aan te geven, de conferentie heeft dus dit jaar weer 3 dagen. Ja. Dat is respectievelijk op 4, 5 en 6 november. Op 4 november hebben we net als vorig jaar onze workshop day. Okay. En de workshop day is alleen toegankelijk voor degenen die een All Access Pass hebben. En dit jaar hebben we 2 workshops. Per slot een social media related topic en een personal development related topic. Daar hebben we dus ook de challenge aangegaan van hoe gaan we het programma indelen. Dus we hebben 3 slots met als het ware 6 workshops op dag 1. Dan beginnen we op dag 2, dat is dus 5 november, met de officiële opening van de social media conferentie, waarbij een ieder welkom is, de gasten, degene met de All Access en degene met de Community Pass. Daar hebben we dus de red carpet, waar de content creators en de influencers allemaal gaan meedoen. De media is natuurlijk ook uitgenodigd. En die dag start om, als ik het goed heb, om 8 uur met de registratie. En we gaan door tot ongeveer 5 uur 's middags. En dan sluiten we af met een netwerkborrel. Nee, dan sluiten we af met een networking party. En dat is in het Rumhuis van de SAB. En dan hebben we op dag 3 ook zo'n strak programma met
de keynotes met de paneldiscussies en de individuele presentaties. Ja. Wat is het verschil tussen een All Access Pass en een Community Pass? Het grootste verschil is dat je bij je All Access Pass dus de recordings meekrijgt na de conferentie. Dus als je een sessie hebt gemist omdat je even verlaat bent. Ja, of een andere sessie interessant juist, vond, ja. Dan kun je altijd nog terugluisteren. Okay. Dat heb je niet bij de Community Pass. Helaas ga je dan echt een keuze moeten maken waar je naartoe wilt gaan. En de lunch. De lunch is geregeld voor jou. Ja. Alle drie dagen lang tijdens de conferentie. Dat is dus het grootste verschil. Ja. En waarom heb je dus één volle conferentiedag en dan daarna pas de opening? Is een workshop day. Ja. Ja, omdat we degene die een all access pass, of degene die het kunnen permitteren, goed willen accommoderen met de workshops. Omdat ze wel echt bezig gaan zijn met ze. Het is niet gewoon met dat de sprekers hun kennis delen, maar dat we echt hands-on met de participanten bezig zullen zijn. Ja. Oké, prima. Manuela, heel erg veel succes met de voorbereiding. Thank you very much. Want het zou morgen long, long zijn met het tevoren. Ja. We dachten van, dit is in november dit jaar. We beginnen op tijd met de promo, met de voorbereidingen. Nope. Toch altijd 100.000 dingen nog te doen in the end. Yes. Heel erg veel succes ermee. Thank you very much. En maar hierna kan je toch wel zeggen, nou weet je, die hebben we ook weer in de pocket. Dan gaan we weer lekker relaxen. Is goed. Hartelijk bedankt voor de informatie en succes met het hele team van de Social Media Conferentie Thank Suriname. Thank you very much. Graag gedaan. Hopelijk heeft u genoten van het gesprek. Informatief. Manuel heeft ons een heleboel verteld wat we mogen verwachten van de Social Media Conferentie. En u kunt zich dus ook daarbij aansluiten als u dat wil. En natuurlijk als we over social media praten, dan is ook op social media. Bij de Social Media Conferentie, websites, de Facebook pages en alle andere pages. Alle informatie te verkrijgen. Dank wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.